De eerste editie van de beurs bij het Jongerenfestival van de Katholieke Jongeren van Suriname, KJS, was succesvol, zegt de vicevoorzitter van de KJS, Duncan Pinas. Meer dan 100 jongeren hebben vandaag de kans gegrepen om geïnformeerd te worden over verschillende onderwerpen. De beurs is gehouden op het terrein van Asiwatono aan de Prinsessenstraat. Dit is de tweede keer dat het festival wordt georganiseerd. En bij het eerste festival hebben we ervoor gekozen als stuurgroep om een mini-beurs te organiseren. En bij de beurs, voor de beurs worden dus verschillende organisaties en instanties uitgenodigd, maatschappelijke organisaties uitgenodigd, om de jongeren die deelnemen aan het festival enigszins te informeren over hetgeen hun organisatie zich mee bezighoudt en andere maatschappelijke onderwerpen. De jongeren kregen informatie over verschillende onderwerpen. Pina zegt dat er veel animo is om meerdere informatiebeurzen te organiseren. We hebben bijvoorbeeld HBO-opleidingen zoals FHR en UNASAT die ook aan deze beurs hebben deelgenomen. Die hebben het merendeels over de studiemogelijkheden op hun schoolinstelling. Ook de mensen van onze eigen universiteit zijn ook hier. Maar ook Women's Rights Center bijvoorbeeld. En als we luisteren naar de naam Women's Rights Center, dat wil zeggen het is een organisatie die zich bezighoudt met rechten. En Women's Rights Center bijvoorbeeld, die informeert de jongeren over geweld tegen vrouwen, maar ook kinderen. En hoeveel organisaties zijn er in totaal? Er zijn in totaal 14 organisaties, waaronder het Korps Politie Suriname, Women's Rights Center, zoals ik eerder zei, Stichting Mamitmang, maar ook Double Positive. De universiteit is erbij, JTV is er ook bij. Dus er zijn zelf ook congregaties binnen de katholieke geloofsgemeenschap hebben. Het festival zal om de 2 jaar worden georganiseerd, waarbij de beurs ook zeker terug zal keren.